Het torentje op het retraitehuis aan de Volkelseweg in Uden is gerenoveerd. Het torentje is zaterdag teruggeplaatst. Het is in oude stijl gerestaureerd, zoals het 100 jaar geleden was. Het is inderdaad heel leuk dat we nu juist na 100 jaar dit torentje verplaatsen. Of opnieuw weer opzetten, zo moet ik het zeggen. Wat was er hier aan de hand? Rond 1911 zien we dat daar aan de andere kant van de Volkelseweg, daar komt de klooster leeg en daar komen de paters van Stijl in wonen. De paters van Stijl, dat is een orde die door Arnold Jansen is gesticht. En al heel snel zien we dat er ook dames komen die zeggen, wij willen ons eigenlijk wel bij de paters van Stijl aansluiten. Arnold Jansen denkt nog een tijdje en uiteindelijk komt het zo dat er ook een damesorde wordt gesticht. Daar moet de klooster voor komen. Ze hebben hier, zoals ik zeg, dat klooster hebben ze gekocht. En dan aan de overkant van de weg, dus dat is inderdaad hier, daar gaan ze inderdaad heel keurig een stuk grond kopen en daar gaan ze een nieuw klooster op bouwen. 1912, dan zien we dat de eerste dames naar Uden komen, trekken nog even in het herenklooster, maar 1 december 1913, dan wordt dit klooster officieel geopend. Dus inderdaad, 100 jaar heeft dat torentje erboven zo opgestaan en ik denk nu de volgende 100 jaar weer. Als we kijken naar de historie die hier heeft plaatsgevonden, dan komen we tot het volgende. Rond 1911 komt hier in dit gebied staat een groot klooster. Dat is het klooster van de zusters Ursuline en dat komt leeg. De zusters trekken weg. Het klooster wordt verkocht aan de paters van Stijl. Wat zijn de paters van Stijl? Arnold Jansen, een Duitse geestelijke, heeft een orden opgericht en die groeit enorm. En die zoeken dus uitbreiding van hun klooster en komen daarvoor naar Uden en kopen hier dit klooster wat hier ligt. Maar al spoedig krijgt Arnold Jansen ermee te maken dat het zo is dat er ook dames in zijn orde willen intreden. En na enig beraad besluit hij, oké, dat kan dan. Maar er moet natuurlijk wel een nieuw klooster voor gebouwd worden. En ze besluiten dat te gaan doen in Uden. We zien in 1912 dat de eerste zusters, de eerste postulanten al naar Uden komen, tijdelijk in een vleugeltje van het mannenklooster zitten, maar er moet gebouwd worden. En daarvoor wordt gekozen aan de overkant van de weg, waar een groot stuk hei ligt, en daar zetten ze een nieuw klooster neer. Ja, want het sportpark was eigenlijk helemaal geen sportpark toen, het was alleen maar hei. Inderdaad, we zien als de zusters Ursuline hier komen rond 1850, dan is het hier en ook aan de overkant is het allemaal hei. Dit wordt hier langzaam volgebouwd. De paters hebben met name vanaf 1911 hebben ze hard sportvelden nodig om hun studenten die later uitgezonden worden naar de missie in een goede lichamelijke conditie te brengen. En zo krijgen we dat hierachter keurig de sportvelden komen van de paters van Stijl. Dan gaan we één stap verder. 1944, het wordt hier door de Duitsers allemaal opgeblazen. 1948 wordt beslist om niet verder te gaan hier met de klooster. En wat zegt de gemeente Uden? Er liggen keurige sportvelden liggen er. Wij moeten toch ook gemeentelijke sportvelden hebben. Laten we dat kopen. En zo komt Uden aan zijn gemeentelijk sportpark. En nu even terug naar het klooster. Dat torentje is geplaatst voor de komende 100 jaar eigenlijk. Wat gebeurt er nu nog daarmee? Nou, het is zo dat nadat de zusters daar vanaf 1911 een retraitehuis hebben gehad. Wat was retraite? Retraite was een bezinning voor een aantal dagen. Die hebben dat gehad, maar rond de 60er, 70er jaren loopt dat terug. En op dit moment zien we dat het dus een verzorgingshuis is, waar zowel zusters in zitten als ook inwoners van Uden en omgeving. Het zit in de stichting die onafhankelijk is van Sint-Jan.